welkom bij mijn tweede Spanje vlog. Dit is dus de tweede, dus als je vlog 1 hebt gemist, ga eerst die bekijken voordat je aan deze begint. Maar als je die al hebt gezien, welkom terug. Vandaag is weer een nieuwe dag hier in Spanje. Voor de mensen die het nog niet weten, ik ben alleen hier in Spanje voor maximaal 2 weken. Vandaag wordt het eindelijk een stranddag. Ik moet mijn haar wassen, maar aangezien ik naar het strand ga, heeft het niet echt nut om nu mijn haar te gaan wassen voor het strand. Dus ik heb het gewoon even hoog gedaan in een knot. En ik dacht, ik ga al nu beginnen met filmen, want dan kan ik jullie laten zien hoe ik mij klaarmaak voor het strand. Mijn make-up en zo. Ik ga niet met een full face naar het strand. Vooral niet het strand waar ik nu heen ga. Want ik ga vandaag naar het rustige strand waar bijna niemand is. En ik denk dat ik misschien morgen of zo naar echt het grote drukke strand ga. Dat is ook heel leuk. Maar ik dacht, na mijn drukke dag van gisteren ga ik het gewoon vandaag een beetje rustig aandoen. Dus ik ga even jullie laten zien wat ik ga doen met mijn gezicht. Het enige wat ik al heb gedaan is SPF over mijn hele lichaam. Deze is van Kruidvat. Let op, er staat op water resistant. Water resistant is iets anders dan waterproof. Waterproof houdt in dat al ga je in de zee, word je helemaal nat, dat de hut er nog op blijft. Water resistant houdt in dat als er een klein beetje water opkomt, het er niet gelijk afgaat. Maar als je gewoon fully in de zee gaat, moet je hem gewoon weer opnieuw smeren. Dus vergeet je SPF niet. Deze is echt super groot, XXL. En ik heb ook nog een aparte SPF voor mijn gezicht. Ik ga beginnen met mijn wenkies. Mijn wenkies moet ik gewoon altijd doen. Ik voel mij gewoon niet mooi zonder mijn wenkies. Dus die ga ik eventjes invullen. Ik heb hier mijn NYX brow pencil in de kleur Espresso. En ik doe mijn wenkjes gewoon altijd precies de same. Ik verander niks. Ze zijn gewoon altijd hoe ik ze gewoon altijd doe. Dan ook wat wenkbrauw gel. Ik heb ze strak gemaakt met concealer. Dit is de NYX Bush Tamer brow gel. Mijn favorite brow gel. Deze gebruik ik echt al elke dag vanaf dat ik hem heb. En hij lijkt best wel klein, maar hij gaat best wel lang mee. Want ik heb hem echt al, ja, echt al wel maanden of zo. En nog steeds is hij niet op, terwijl ik hem echt elke dag gebruik. Voor de mensen die nou iets hebben van dat je überhaupt opmaakt voor het strand. Ik ga naar het strand zonder make-up. Dat kan, ieder zijn ding. Je kunt ook gewoon zonder make-up gaan. Ik persoonlijk vind het gewoon altijd wel fijn om er gewoon een beetje leuk uit te zien. Kijk, nou ga ik in met een dagcreme. Ik heb deze van Olay Vitamine C dagcreme. Jongens, even een leuk verhaaltje over vanochtend. Ik wilde dus vanochtend een massage boeken hier. Want ik heb echt behoefte aan een massage. Ik ga heel vaak naar massages. Dus ik heb eentje gevonden online. Ik wil online boeken. Ik kon helemaal niet aanklikken van welke dag of hoe laat. Het enige wat ik kon doen is zeggen wat ik wil. Dat ik wil betalen in cash als ik er ben. En de afspraak is gemaakt. Dus nu heb ik een massageafspraak voor ik weet niet welke dag. Ik weet niet welke uur. Ik heb gewoon geen idee. Dus ik heb ze gemaild of ik vandaag kan gaan. Maar ik heb nog geen antwoord gehad. Maar ik snap er dus echt helemaal niks van. Ik ga in met mijn Essence Hydro Hero Under Eye Stick. Deze is heel fijn voor zo onder je ogen. Dus ja, dat was wel een beetje een aparte ochtend. Waar is mijn wire? Jullie hebben in vlog 1 dus gezien dat ik deze heb gehaald. Deze wire. En dat is dus voor alles wat snel moet intrekken in mijn gezicht. Zoals deze dagcreme. Want ik wil weer snel verder. En ook hebben jullie in vlog 1 gezien dat ik op zoek was naar een pennenhouder voor mijn kwasten. Heb ik niet gevonden. Maar ik heb gewoon een glas gepakt. Ik heb gewoon al mijn kwasten gedaan in een glas. Dat is ook wel een goed alternatief. Ik ga echt even mijn lippen scrubben. Mijn lippen zijn droog. Ik heb deze Elf Cookies and Dreams scrub bij. Lippen scrubben is echt een must voor mij. Oh, hij is op. Jongens, waarom gaat alles deze vakantie op? Mijn wenkbrauwpotlood was letterlijk op dag 1 opgegaan. Deze gaat nou op in dag 2. En nou heb ik geen lipscrub. Had die niet gisteren kunnen opgaan toen ik alles ging halen? Misschien kan ik wel hier een lipscrub vinden of zo ergens, hopelijk. Oké, dan een lipbalmpje. Ik heb deze mini lipbalmpje van Clarins, de Hydra Essential lipbalm. Deze is al wel bijna op. Echt, alles gaat op hier. Ik kan niet met mezelf. Deze is echt bijna op. Er komt amper wat uit. Nee, jongens, er komt gewoon niks uit. Maar ik heb hier nog wel ook een andere lipbalm. Oh, ja. Er is nog een klein beetje uitgekomen. Godzijdank, deze is echt geweldig. Ik ga echt gewoon de full dingen halen hiervan. Full size. Oké, we zijn geprept. Nou is het tijd voor een van de belangrijkste dingen. Gezichts SPF. Ik heb deze SPF van Clarins en die gaat op mijn gezicht. Ik weet eigenlijk niet waarom je een aparte moet hebben voor je gezicht en je lichaam. Ik weet alleen dat het wel moet. Maar ik heb geen idee waarom eigenlijk. Ik neem ze ook allebei mee naar het strand. Want als ik ga zwemmen, dan daarna moet ik me weer opnieuw insmeren. En jongens, smeer je in. Het heeft niet alleen te maken met echt verbranding. Maar ook gewoon met het ouder worden van je huid. Zon is echt gewoon super schadelijk voor de huid.
En je wilt niet dat je er 50 jaar uitziet terwijl je pas 25 bent. Dus smeer je altijd in. Ik ben wel een persoon die niet heel snel verbrandt. Dus ik doe het eigenlijk vooral gewoon om die reden. En nou ook weer dit laten intrekken. Mensen, ik vind het wel een beetje spannend weer. Jullie weten, deze vakantie zo in mijn eentje is echt zo nieuw voor mij. Dit heb ik allemaal nog nooit gedaan. En ik vind het allemaal heel eng. Ik ben niet een persoon die heel goed functioneert in de uppie. In mijn andere vlog ben ik dus alleen gaan shoppen, uit eten gegaan en alles. En vandaag ga ik dus voor het eerst alleen naar het strand. En dat wordt ook weer een nieuw avontuur. Dus ik ben benieuwd. En dat is ook de reden dat ik vandaag begin met het strand die nog niet zo druk is. Want dan kan ik een beetje wennen. En dan als ik ben gewend ga ik naar het drukke gebied. Want het drukke gebied is wel leuker in de zin van het is gezelliger. Je hebt daar ook allemaal strandstoelen. Ik moet nou gewoon een stoel meebrengen van hier. Je hebt daar eetplekjes, eten, drinken, ijs en zo. En dat heb je hier bij dit rustige strand niet. Dus ja, vandaar. Maar ik wil gewoon vandaag een beetje oefenen of zo. Ik ga wel drinken en eten meenemen. Het gezicht is gezet. Ik breng verder niet echt gezichtsmake-up aan. Het enige wat ik aanbreng is concealer. Ik gebruik deze Huda Beauty Concealer. Jongens, vanaf de eerste keer dat ik deze heb gebruikt, dit is de nieuwe concealer, ben ik obsessed. Deze concealer is zo mooi. Ik heb de kleur Cookie Dough 4.3M. Geweldig. Het heeft echt een mooie volledige dekking. Het is zo smooth. Echt, het is gewoon instant smoothness. Echt geweldig. En ik breng niet te veel aan. Gewoon echt een klein beetje voor een beetje deze donkere plekjes. En that's it. Gewoon echt alleen maar dit. Oh, ik heb mijn beauty blender niet nat gemaakt. Ik heb zo'n hekel eraan als ik weer moet opstaan om het nat te maken. Hij is nat, dus ik kan gaan inblenden. Deze draaien. Ja, dus ik vind het wel een klein beetje spannend, maar ik heb er wel zin in. Ik ben al zo lang aan het zeggen dat ik naar het strand wil, jongens. Mijn hoofdreden dat ik ook hier ben, is echt het strand. Dat is echt waarvoor ik hier ben. Ik ben hier voor strand, shoppen en gewoon wandelen. En vooral mijn eigen grenzen verleggen en mijn angsten overwinnen. En dat wil ik door middel van strand, shoppen, winkelen en al die leuke dingen doen. Maar dan in mijn uppie, zeg maar. Vooral strand vind ik echt heel leuk. Ik ben echt een strandpersoon. Strand hier is ook gewoon lekker warm. De zee is ook gewoon lekker warm. Niet zo koud als bij ons. Oh my gosh. Bij ons, ik ga niet eens in de zee. Het is gewoon te koud. Zo. En dan mijn concealer een beetje vastlokken met mijn Laura Mercier poeder. Gewoon een klein beetje. Anders gaat het echt alle kanten in. En dat moeten we niet hebben. Normaal ga ik echt helemaal beken, maar nu niet. Ik breng gewoon een klein beetje poeder aan zo hier. En that's it. Als je je afvraagt, wordt je gezicht nog bruin door de zon met make-up op? Ja, het gaat er gewoon doorheen. Dan een likje mascara. Benefit Roller Lash Mascara. Ik heb dus een lash lift gehad. Speciaal voor deze reden. Mascara maakt zoveel verschil. Kijk even het verschil met hier en hier nou. Dit is toch gewoon echt een groot verschil. Oh my gosh. Oké, en dat was het eigenlijk. Meer ga ik niet doen. Voor de lippen doe ik denk ik gewoon deze gloss op van Too Faced. De Lip Injection Gloss. En dan ben ik klaar eigenlijk. Ik moet wel altijd echt iets hebben op mijn lippen, anders voelen ze zo droog aan. Dan nog een beetje fixing spray, deze LA Girl Hydrating Mist. En dan zijn we klaar, jongens. Oké, we zijn klaar om te gaan. Ik ga nou mijn spullen pakken. Ja, en dan gaan we gewoon gelijk. Het is nu 18 minuten over 11. Ik ben al wakker vanaf 5 uur. Oh my gosh, ik weet niet waarom ik zo vroeg wakker ben. Ik heb de hele ochtend lopen editen. Maar goed, ik ga alles pakken en dan gaan we. Oké, dit is mijn strandtas. Handdoek heb ik er al in gedaan. Dit is de bikini die ik vandaag aandoe. Een simpele zwarte. En dan deze dress eroverheen. Dit is een strandjurk van Boohoo. Heb ik ook laten zien in mijn laatste Boohoo haul. En dit gaat dan ook mee. Deze stoel en deze. Ik vind het altijd heerlijk om hiermee rond te hangen in de zee. Dan ga ik er zo op en zo. Dus deze gaat ook mee. En we hebben dit handige ding van IKEA. En daarop ga ik alles vastmaken. En dan kan ik het gewoon makkelijk meetrekken. Echt een geniaal. Ideale uitvinding van mijn zus. Dit is dan de outfit. Super duper leuk. Zoals je kunt zien, hij schijnt wel echt een beetje door. Dus deze is heel leuk. En dan gewoon met panter slippers subiet. Deze stoel zit vast. En dan dit ding doe ik er gewoon zo op. En dan kan ik hem gewoon zo makkelijk meesleuren. Kijk. Super handig. Ik zal nog even laten zien wat ik nou precies in mijn strandtas allemaal heb gedaan. Even kijken, ik heb pakjes drinken die ik meeneem, want ik ga dus naar het rustige strand waar geen eten en drinken is. Ik heb hierin twee croissantjes gedaan. Ik heb mijn SPF mee voor mijn lichaam en mijn gezicht. En een handdoek, ja, en dat zou op zich allemaal wel goed moeten zijn, toch? Ik heb het gevoel dat ik nou echt van alles vergeet, maar
Dit is voor nu het enige wat ik kan bedenken. En mocht ik iets zijn vergeten, ik woon letterlijk 1 minuut van het strand vandaan. Oh, ik ben wel iets vergeten. Mijn boek moet ook mee. Ik ga hier aan beginnen. Heb ik nog niet gelezen, maar deze werd me aangeraden op de airport. Daar heb ik hem gehaald, dus mijn boek gaat ook mee. Oké, dit is dan ook waar ik afscheid ga nemen van mijn vlogcamera. Want die ga ik niet meenemen, want als je alleen reist is het echt heel belangrijk om veilig te zijn. En ik ben gewoon te bang dat als er iets wordt gestolen, dat de camera het eerste is wat wordt meegenomen. Dus die hou ik thuis. Ik was zelfs nog aan het twijfelen of ik mijn phone wil meenemen. Want als mijn phone wordt gestolen, dan heb ik echt een probleem. Maar ik ga hem toch meenemen, want ik moet hem gewoon hebben. En ik ga ook daarmee vloggen. Dus ja, dus hierna alle beelden die je gaat zien op het strand zijn dus via mijn phone gemaakt. En ja, dan probeer ik het gewoon heel goed te verstoppen. Het strand is sowieso niet heel druk. En ik ga ook echt zitten vooraan aan het water. Dus dat ik wel dichtbij ben. Dat ik niet helemaal achteraan op het strand lig. Dat ik niet eens kan zien als iemand het pakt. Al met al is het mij nog nooit gebeurd. Maar better to be safe than to be sorry. Ik zie jullie zo op het strand. Mensen, het is hier zo mooi. Kijk even dit. Oeh, I love it. En het is helemaal niet druk zoals je kunt zien. Dat vind ik echt fijn. Kijk. Super mooi strand. En het strand gaat echt helemaal door daarheen. En aan de andere kant gaat hij ook helemaal door daarheen. En daarachter helemaal is echt het grote strand. Dus ja, let's go. Alleen ik kom weer aan met heel zo'n karding. Mensen, ik lig gewoon lekker op het strand. Ik ga zo dit uitdoen. Het is nu 12 uur in de middag. En het is gewoon 34 graden. Het is gewoon volop zon. En het is echt heerlijk. I love it. En het is hier zo rustig. Echt nobody gives a F. Ik heb echt het gevoel in dit land echt letterlijk nobody gives a F. Maar ja, misschien is dat bij ons ook gewoon, maar heb ik er gewoon nooit echt op gelet. Bij ons heb ik altijd het gevoel dat iedereen zo op elkaar let. Maar ik weet niet. Ik weet niet of dat nou echt is of dat ik dat gewoon bedenk. Ik weet niet of het me nou opvalt omdat ik alleen ben of dat het gewoon altijd zo is. Maar het valt me nu pas op dat er best wel veel mensen gewoon alleen zijn. Echt best wel veel gewoon. Dat is me nooit in mijn leven opgevallen. Maar ja, dat is echt. Als je niet richt op iets, dan valt het ook niet op. Dat is net als je een nieuwe auto hebt gehaald of hem wilt gaan halen. Dan ineens je ziet hem overal. Dat is gewoon altijd zo. Maar ik ben wel echt heel blij dat ik hier ben. Tot nu toe ben ik echt heel blij met deze beslissing om alleen op reis te gaan. Want het valt allemaal wel echt mee. Ik weet niet waarom ik het zo groot maakte in mijn hoofd. Maar het valt echt mee. Het is echt leuk. Echt, I'm thriving over here. Mensen, ik heb net gezwommen. Ik vond het echt heel awkward om de zee in te wandelen. Terwijl iedereen ja, gewoon zo hier zit. Maar uiteindelijk, als je er gewoon in zit, is er niks aan de hand. Oh, echt heerlijk jongens. Nou ga ik even op mijn buik liggen en dan een beetje mijn rug laten zonnen. Oké, het is 3 uur. Ik ben weer onderweg naar huis met al mijn spulletjes. Ik heb een partij dorst. Ik had niet genoeg drinken meegenomen. En dat heeft het wel een beetje verpest. De volgende keer moet ik echt meer drinken meenemen. Ik ben echt kapot. Het was echt heerlijk, jongens. Ik vond het wel een beetje awkward om de zee in te gaan. Dat je zo loopt en zo in de zee gaat. Ik heb er echt eventjes 10 minuten moed voor moeten verzamelen. Maar ja, zoals ik al zei, als je het eenmaal gewoon doet, is het echt makkelijk. Ik denk dat als je gewoon dit soort shit heel vaak doet, het gewoon steeds makkelijker en makkelijker wordt. Want dat heb ik al nou na slechts 1 keer. Dus ja, het was weer lekker geslaagd. Nou ga ik naar huis. En over 2 uurtjes, om 5 uur, heb ik een massage. Bij een random massageplek die ik helemaal niet ken. Gewoon online opgezocht. Dus ik moet hem ook nog gaan vinden en zo. Maar als het goed is hij niet heel ver van ons vandaan. Ongeveer 10 minuten met de auto. Dus nu ga ik naar huis even douchen en zo. En dan rond 4:30, 5:15 ga ik dan naar de massage. Mocht je je afvragen wat ik aan het doen ben, als ik gewoon hier ben, binnen ben, als ik gewoon wat extra tijd over heb. Ik ben gewoon lekker aan het snacken en aan het YouTuben. Ik heb hier mijn chippies met kaassaus en ik ben YouTube aan het kijken. Ik vind het ook gewoon heel fijn om gewoon hier binnen te zijn, want ik heb een prachtig zeeuitzicht. En het is gewoon leuker dan binnen zijn zonder een zeeuitzicht. Maar ik heb nog maar volgens mij een half uurtje. Hoe lang heb ik nog? Ja, over een half uur moet ik gaan opstaan. Want dan moet ik gaan vertrekken naar de massage. Ik hoop dat die net zo goed gaat zijn als de massage die ik altijd krijg in Nederland. Maar we will see. Tijd om naar de massage te gaan. Ik heb gewoon snel deze jumpsuit aangedaan. Deze is super makkelijk. Met deze panterslippers van Boohoo. En deze tas van de Kruidvat. En that's it. Let's go. Oké, mensen, ik ben er. Hier is het. Godzijdank was het parkeerplaats. Ik ben benieuwd. Zo cute hier. Kijk dit. Love it. Kijk dit olifantje. What the F. So cute. Nou, ik vind het er al wel heel mooi uitzien. Kijk even hoe cute het hier is. Dit is mijn stoel. Ik weet niet wat dit is, maar het is rood. Dan heb je zo dit. En je hebt een douche. Dus als je wilt kun je ervoor of daarna hier in de douche. Dit is zo extra. En hier tafeltje. Hier ben ik.
En ik heb ook dit gehad. Dit is een onderbroek. Ook echt super chill. Dit heb je bij ons allemaal niet. Oh, en deze heb ik ook gehad. Nou, ik ga genieten van de massage. 1 hour later. Deze massage was something else. Wacht, ik heb de airco op 800 staan. Deze massage was echt something else. Laat me vooropstellen dat het echt heerlijk was. Dat wel. Maar er zijn een aantal dingetjes anders dan in Nederland. Ik ben bij heel veel massageplekken geweest. Dus ik weet met wat ik het vergelijk. Wat een klein beetje anders is hier, is dat als je je schaamt. Of als je je schaamt voor je lichaam. Of niet graag bloot bent voor anderen. Dan is het niet de plek voor jou. Because they don't care. Bij ons doen ze zo netjes de handdoek op je kont. En al die plekken. En dan wanneer je omdraait, houden ze ook zo de handdoek ervoor. En zo hier niet. Je krijgt een full blown kontmassage. Ze gaan echt over je hele bil heen. Dat is bij ons niet. Bij ons gaan ze tot aan je kont en dan gaan ze weer omlaag. Hier niet. Je hele kont wordt gewoon meegenomen. Als je je omdraait, dus als je moet gaan zo op je rug en je bent hier bloot, zeg maar, staat ze daar ook gewoon zo en dan wordt er gewoon een heel klein dun handdoekje zo hier opgelegd en that's it. En wat mij ook opviel is dat je hier ook een buikmassage krijgt. Ik heb nog nooit massage gehad op mijn buik bij ons. Nog nooit, bij geen enkele plek. Dus dat vond ik ook wel uniek. Dus ik kan me eigenlijk voorstellen dat als je niet zo prettig bent met dat je zo bloot bent en dat iemand echt overal aan zit, dat je dit niet heel fijn gaat vinden. Ik vond het wel gewoon oké, maar maakt het niet per se uit. Ze waren daar super vriendelijk en lief. Dat vind ik ook altijd echt heel belangrijk. Ze spraken ook gewoon Engels. Ze maken je achteraf wel schoon met een warme handdoek. Gaan zo alle olie zo van je afhalen. En dat doen ze bij ons ook niet. Ze laten je gewoon weggaan helemaal vol met olie. En hier niet. Ze maken je echt zo'n beetje schoon. Oh, en ik mocht bepalen welke geur olie ik wilde. Ze hadden de 3 en ik ben voor lavendel gegaan. Dat vond ik ook wel een leuk extraatje. En ja, voor de rest was het echt top service. Ik vind service bijna net zo belangrijk als de behandeling. Als de service niet goed is, als ik ze niet vriendelijk vind, dan ga ik er nooit meer heen. Hoe goed de behandeling ook was. Dus dat was hier echt topnotch. Ik heb voor een uur massage €50 betaald. Dat is €10 minder dan wat ik betaal in Holland. En ja, overal is het wel een plek waar ik terug zou gaan. Ik vond het echt heerlijk. Het was echt een hele fijne ontspanningsmassage. Wat ga ik nu doen, jongens? Het is nu 6 uur. Ik heb wel zin in een ijsje. Zal ik een ijsje halen? Nee, die ga ik misschien straks halen. Ik ga nu naar huis. Ik ga even douchen, mijn haar wassen die ik echt al lang moet wassen. En dan ga ik weer vanavond uit eten. Oh, wat ik trouwens ook nog even snel erbij wil vermelden over de massage. Deze ontspanningsmassage is wat minder ruw dan bij ons. Bij ons is ontspanningsmassage ook best wel een beetje hard of zo. Hier is het echt wel best wel zacht. Dus ja, sommige mensen vinden iets ruwer fijner en sommige mensen vinden dit fijn. Maar ja, het is wel gewoon echt handig om te weten. Denk ik. 1 eternity later. Ik zie er weer een stuk beter uit. Jongens, het is nu 8 uur. Over 3 minuten is het 8 uur. En ik ga weer eten. Ik ga weer uit eten met mezelf. Ik wilde vandaag iets vroeger gaan, maar ja, het is gewoon vandaag zo gelopen. Ik ben letterlijk nu pas klaar. Ik vind dat ik er vandaag echt heel leuk uitzie. Ik ga jullie zo mijn look laten zien. De lipcombo die ik op heb, jullie gaan dat sowieso vragen, is dus weer dit NYX lippotloodje in de kleur Beyond Nude. Hij is op de grond gevallen. Daaronder heb ik deze lipstick van Charlotte Tilbury in de kleur Pillow Talk. En ik had een beetje spijt, want het is een beetje rozig en ik draag bruin. Dus ik heb deze lipgloss van Too Faced er overheen aangebracht. Lip Injection lipgloss van de Teddy Bear collectie. Oké, ik ga dus weer gewoon naar de boulevard waar ik dus gisteren ook was. Misschien dat ik vandaag iets verder ga wandelen, dat ik iets meer zie en naar een ander plekje kan gaan. Ik ga sowieso naar weer een andere plek. Ik wil niet elke dag bij dezelfde restaurant eten. En er is gewoon iemand vanuit buiten naar mij aan het kijken. Ik heb gewoon het raam echt helemaal openstaan. Oh, hondje. Dit is echt een hondenland. I love it. Maar goed, let's go. Ik ga jullie laten zien wat ik aan heb. Outfit van de dag. Lekker nude. Top is van de Zara. Rok is van Shein. Deze tas heb ik gehad in een PR-pakket van Elf Cosmetics. Dus ik weet niet waar die vandaan is. Maar ik kon hem wel heel leuk staan met deze outfit. En deze sandalen zijn van de Primark. Heb ik net nieuw. Dus ik vind dit echt een hele leuke look. Nou vind ik het wel een beetje jammer dat ik alleen ben. Nou heb ik niet echt iemand die dit kan zien. Maar oké, ik heb superveel blauwe plekken hier op mijn been. En ik heb geen idee hoe het komt. Maar goed, dit is dus de look. Let's go! Nou, ik sta weer in de garage. Ik ben er. En ik heb weer gezien, het is weer super druk. Dus het wordt weer een beetje awkward voor mij om alleen te lopen. Maar ik heb het gisteren ook gedaan, dus ik kan het vandaag ook gewoon weer doen. Yay, let's do this! Kijk hoe druk het hier is. Vorige keer ben ik hier zo gaan eten. Maar ik denk dat ik nou wel echt een stuk voor doorloop. Ik loop nu in een andere straat. Ik weet echt niet waar ik heen wandel. Maar ik wandel gewoon totdat ik iets van een eetplekje zie. Gasten! Kijk dit, er is gewoon een optocht.
Oké, mensen, ik zit in een random restaurant en het is super druk, awkward AF. En ik weet niet wat happening hier allemaal, maar ik zie echt parades en van alles. Wat AF, ik zit hier. Ik weet echt niet wat happening. Ik ga stuk. Ik heb drinken besteld en een smoothie. Mijn eten is er. Ik weet niet of jullie mij horen, want er is hier zoveel kabaal door heel dit ding hier wat hier wordt gebouwd. Kijk even dit ding. Maar dit ga ik vandaag eten. Ik voel me hier echt een beetje awkward, want iedereen is met iemand en het is allemaal gezellig en leuk en ik ben helemaal zo alleen. Kijk ze struggelen met dit mega hoofd. Ik ga stuk. Ik weet ook niet wat voor feest dit is. Er staat hier wel iets. Oh my gosh, hij valt bijna. Nee. Ze zijn ook niet met genoeg mensen. Kijk hem hier trekken. Oké, mensen, ik ben klaar met eten. Nou ga ik op zoek naar ijs, want ik wil ijs. Het is hier zo tyfus druk. What the F. Ik wil ijs. Ik heb net wel een plek gezien waar ik het kan halen, eventueel. Dus ik ga daar gewoon eventjes terug heen, want ik wil ijs. Hier is het nou niet meer zo heel druk. Dat is wel chill. Ik heb het gevonden. Ijs. Ik heb mijn ijs in de smaak chocolade mint. Dit is de smaak die ik altijd wil, maar in ons land heb je die niet. En hier wel, I love it. Weet je wat mij pas nu opvalt? Het is een roos. Kun je het zien? Ze heeft het gemaakt als een bloem, een roos. Dat is zo cute. Okay, ik ben eventjes hier op een bankje gaan zitten, want mijn hele ijs lekt en ik moet hem echt even snel eten. Hij is echt super lekker. Mensen, net was wel eventjes de eerste keer sinds mijn trip dat ik even iets had van oh, het was wel leuk geweest als ik met iemand was. Dat was toen ik hier net aankwam en midden in heel die feesten dingen zat. Ik zag allemaal mensen met elkaar leuk praten over what's happening. Ik zag what's happening, maar ik had niet echt iemand om erover te praten of om blij mee te doen. En toen had ik wel iets van, oh oké. Nou was het wel cute geweest als ik met iemand was. Maar toen ik weer eenmaal zat, ja, toen was het gewoon weer goed. Deze ijs smelt zo snel. I want to learn it. Ik ben weer thuis. Eindelijk. Het is nu volgens mij 10:30, zoiets. En ik ben weer moe. Het was weer een leuke, drukke dag. Vooral het strand vond ik vandaag heel leuk. Ik was wel op het einde een beetje overwhelmed door alle festiviteiten. Maar uiteindelijk was ik gewoon wel oké. Het was gewoon even een shock, want ik had het niet verwacht. En ik was alleen. En normaal ben je dan met de personen. En dan is het van, oh wow, kijk dit, blablabla. En dan kun je helemaal zo enthousiast doen over wat er gebeurt. Maar nou kon ik niet enthousiast doen over wat er gebeurt. Want ik had niemand om ermee enthousiast over te doen. Dus dat was wel even raar, maar... Ja, dit is gewoon allemaal een leerproces. Ik moet hier gewoon van leren. En dan de volgende keer ja, ben ik niet meer zo overweldigd. Maar als je vaak gewoon dingen voor het eerst doet, ja, dan kan dat gewoon gebeuren. Ik denk dat ik nu gewoon ga slapen, zebiet. Het is het einde van de dag. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de vlog. Er komen er nog een aantal aan. En let me know wat jullie tot nu toe van de twee vlogs vonden. Ik ben heel benieuwd. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld. Je kunt gaan bekijken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!